Ik sta hier met Laurens van der Meeberg en volgende week dan gaat het eerste evenement zeg maar na de zomervakantie weer plaatsvinden. En wat is dat precies, Laurens? Het is een hele gezellige snuffelmacht in de SSPL. 125 kraam, verschillende spullen, decoratie, tweedehands kleertjes, van alles wat, voor iedereen is wat. Mm-hmm. En het begint om neer een uur tot al vijf, op zondag 30 september. Ja, maar je kunt je niet meer aanmelden, had ik begrepen, want die 125 kramen zijn al verkocht. Ja. Ja. De volgende editie, de bedoeling is als dat een succes is om dat te herhalen. En dan tegen die tijd dan wordt het wel duidelijk gecommuniceerd bij wie kan eventueel geïnteresseerd zich aanmelden. Hm. En op die manier van onder 25 kraam kan het wel meer worden. Ja. Het is een organisatie die heet Van Halen. En die organiseert landelijk 100 van die snuffelmarkten in het hele land. Dus het is echt een ervaren organisatie. Maar die zoekt altijd naar sowieso nieuw publiek en nieuwe mensen die we graag daar een stand houden. Ja, en is het gratis toegankelijk voor mensen om hier naartoe te komen? Het is voor volwassenen €3 en voor kinderen is gratis. En er is ook nog voor kinderen een hele grote springkussen, een soort paradijsje in de SSPL voor kinderen wanneer zij moet wachten op de ouders. Ja. In ieder geval voor vassen €3. Ja, en je kunt zeg maar een hapje en een drankje kun je hier krijgen? Een beperkt hapje, drankje kunt u daar hier terecht. Ja. Ja, want jij bent sinds 2 weken ben je vanuit de gemeente Oude IJsselstreek ben je verantwoordelijk tijdelijk voor de SSPL. Ja, dat klopt. Ja. Sinds 2 weken en staat al nu alvast een aantal leuke activiteiten op de planning. Het wordt wel rustig begonnen, kijken hoe het alles werkte. En op tijd wordt u dan geïnformeerd wat de definitieve planning is van de verschillende activiteiten. Ja, dus volgende week in ieder geval onthouden, volgende week snuffelmarkt hier in de SSPL. Voor volwassenen €3, voor kinderen gratis. Ja. En dan hier zijn, zeg maar. Hier zijn. Ja, ja. Prima. Dank je wel.